Hoe was het winkelen in Nederland? Wauw, dat is echt heel super leuk. ik ben bijna in elke stad van Nederland geweest winkelen. En ja, zeg maar, dat is goedkoper als in aanbieden is. Dan is wel goedkoper en is ja. En wat vond je de leukste stad? De leukste stad om te winkelen? Ik denk Rotterdam. Ja? Ja. Want dat was dan de leukste winkel? Ja, voor Primark, zeg maar. Oh ja. Primark is niet ook een uitvinding. Ja. Oh ja. Zijn jullie daar? Ja. Jazeker. Ja, oké, Lina, wat was het lekkerste eten in Nederland? Wat vond je allemaal lekker? Bijna alles die in de oven was, vond ik lekker eigenlijk. Oké. Stroopwafels, schachelslaag, oude kaas. Wat dan? Ja? Stamppot vond ik ook super lekker. Ja, ja. En het brood dan, morgens en tussenmiddag? Ja, ik vond eigenlijk veel te veel boterham met kaas. Een beetje te veel boterham met kaas. Maar dat is misschien ook onze familie, denk ik. Ja? Vriendinnen van mij eten niet zoveel kaas. Oh, ik heb genoeg mensen die ook. Ja, dus ik vind een beetje te veel, maar ook wel lekker. Okay. Ik heb wel een vraag. Nou, in welk land in Europa zou je nog graag willen bezoeken en waarom? Nog andere landen die Nederlands is. Ja. Ik wil naar Italië. Voor Venetië. Omdat ik vind altijd interessante. Ja, een mooie stad. Venetië. Daarom zou ik daar willen. Graag. En ik ben in Frankrijk geweest, dus. Duitsland ben je ook geweest? Duitsland, België. Ja. En wat is het verschil tussen school in Colombia en school in Nederland? Zeg maar, er is echt heel veel verschil. Dat hier doen jullie MAVO, HVO en VWO. En wij hebben alleen maar een HAVO. Een soort van HAVO van iedereen. En er zijn heel veel private scholen. En de publieke school hebben heel veel kinderen en de niveau is niet zo hoog als hier, vind ik. En hier is een beetje meer technologisch, vind ik ook. En welke vakken vond je leuk en welke niet? Ik vond Frans superleuk en aardrijkskunde. Vind ik interessant. En zeg maar dat de legale is ook leuk, dus jij vindt het wel interessant. En niet zo leuk vind ik biologie en scheikunde. Zijn niet mijn lievelingsvakken. Nee? Nee. En met wie heb je allemaal leuke dingen gedaan? Wie zijn je beste vriendinnen en zo? Ja, Sabine en Anke sowieso zijn mijn beste vriendinnen. Ik heb ook met jullie heel leuke dingen gehad. Ja, en verder. Ik ben eigenlijk niet met zoveel mensen oud geweest. Alleen maar met Sabine en Anke bijna altijd. Maar ja, haar vriend is ook een leuke jongen. Ja. En wat vond je van de Efteling? Ah, zo leuk. Ik vond het echt heel leuk. En de sprookjes en de babytjes, weet je nog? Ja, tuurlijk. Laafjes. Ja, die was zo leuk, die. Zo'n schatje. En de keer dat wij gingen eerst naar beneden. En toen was het met water, weet je nog? Ja. Die vond ik zo mooi. Droomvlucht. De vliegende Hollander. Binnen, ja. De vliegende, ja. En de ding die beweegt en zo. Ja, de draaien, hoe heet het? Villa Volta. Ja. Ik was echt helemaal gek. Ik kan toch niet. En je hebt ook leuk gevoetbald hier, toch? Ja. Met de meisjes zijn we niet zo vaak oud geweest. Ja, omdat elke keer is hij uitgenodigd, maar ik had al iets over. En voor de volgende keer was het, nee. Zij komen niet, dus niet vragen of zo. Maar ik vind super leuk voetballen en ik vind mijzelf heel beter geworden in voetballen. Ja, ik vind het wel. En ik wil graag in Colombia ook beginnen met voetballen. Leuk. Ja. En je ging elke dag op je fietsje naar school. Dat was ook een end, hè? Fietsen of niet? Viel er wel mee? Ik fiets wel in Colombia. Oh, hier bedoel je. Ja. Omdat ik in Colombia ging ik ook met de net fiets. Net zo ver. Dat was net zo ver. Net zo ver en een beetje zo. Oeh. Heel gelachtig. Het is met bergens, ja. Dus dat was wel
Ja. En hier is zo een platte grond. Ja. Dat is wel makkelijker. Maar soms met de wind. Ja. Oh, wauw. Dat is wel hard met de wind. Hoe vond je het weer in Nederland? Ik vond het niet zo slecht eigenlijk. Je hebt een hele mooie zomer meegemaakt, hè? Ja, en is er ook een mooi winter. Ja. Juist. Ja? Is gewoon helemaal niet koud, vind ik. Nee, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Echt? Nee, dat is wel heel warm. Zo, ja. Ja, normaal is het veel kouder, hè? Ja? Ja. Ja, ik heb een leuke winter, vind ik. Ja. Ook een warme zomer, hè? Ook een warme zomer, een warme winter. Ja, ik vind ook een beetje jammer, ja. Dat ik geen sneeuw, echte sneeuw, ik maak een beetje, maar niet echte sneeuw heb gezien. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ja. En ik wilde een sneeuwpoppetje en een sneeuwbolletjes gooien. Van ja, dat gaat niet, maar ja. Nou, volgend jaar. Ja. Ja, je hebt ook nu geleerd dat poezen ook heel lief kunnen zijn, hè? Onze lieve Robben. Ja, inderdaad. Dat wist je niet meer, hè? Ja, nee. ik wil ook een kat nu. Ja? En ja, als hij zo... Of als zij zo lief als Bobby is, dan wil ik het wel. Kun je zelf maken. Ja, maar de katten in Colombia zijn niet zo lief. Nee, maar dat is... Dat niks van. Maar die zijn voor u buiten. Dat is hoe je ze opvoedt. Hoe was je afscheidsfeestje? Was heel leuk, maar er waren heel veel mensen. 62? Ja, maar wij verwachten ook niet zoveel vrienden van jou, hè? En ik had Rita en haar ma... Oh, Rita is zo geweldig. Ja, en de mensen die kwamen, waren wel in een soort van moment waren wel belangrijker voor mij geweest. Of met iets geholpen. Ik vond eigenlijk super leuk dat iedereen kwam. Ja, was heel leuk. Ja, dat, zeker. Hadden ze nog wat meegenomen of niet? Hadden ze nog een cadeautje meegenomen? Ja, ik heb die gekregen van 5 meisjes. En die zijn allemaal tekenen, zeg maar, wat van Bergen op Zoom. Noem maar even. Dit is de krab, ja? Bergen op Zoom, dat jullie zijn hier krabben. Ja. Als je geboren bent. Ja. Als je geboren bent. Weet je waarom dat is? Nou, dat is niet zo belangrijk nu. Ja, ga maar verder. Dit is de heks van carnaval. Ja. Een verhaal, maar ik ken die. Wana. Wana. Dit is de Peperbus. Peperbus. En is, is de grootste, denk ik, van Bergen op Zoom. De grootste toren. Van Bergen op Zoom. Die is een schelm. Omdat het zwembad van Bergen op Zoom is als een schelm. Schelp. En dit is voor carnaval ook. Mm-hmm. En die doen de mensen 11 november doen mensen iets hier. Ja, het begint. Ja. Bij het geitje, ja. Bij het geitje. En die is de... Wapen. Van Bergen op Zoom. Ja. En wat heb je nog meer allemaal gekregen? Ik heb die klok gekregen. Ik heb een heel leuke 2 fotoalbum gekregen. Die zijn de leukste, vind ik. Echt wel leuk. Ja. Is gewoon... Nee, het is echt gewoon zo. Also, de briefjes zijn ook super leuk. En een shirt van Eindhoven Universiteit. Dus ik ga zo. Mensen denken dat ik ga technologisch ben. Nou, dat is super leuk. En een glas. Glazen van Holland. Wat nog meer? Een tijdschrift. Heel leuke chocola. Kaarten. Heel veel leuke kaarten. Heel leuke kaarten. Stroopwafels, hagelslaag. Nou, was een leuk schrijffeestje, vond ik. Echt heel leuk. Echt heel leuk. Dus nu is het... Nou, doei Nederland! Tot over een paar jaar. Doei Nederland! Tot over een paar jaar.